Nog iets heel cools. Ik moest laatst op een kleuterschool goochelen. Maar ze hadden geen budget. Ja, en ik wil toch wel betaald krijgen. Ik kom mijn optredens. Wat die kinderen voor mij gemaakt hebben is heel speciaal. Ik zal het laten zien. Het is een kaartspel. Bicycle, zoals je ziet. Ontworpen door kinderen. Zie. Voorkant zijn ook heel cool. Kijk, schoppen 7. Ruiten 9. Schoppen 5. Schoppen 3. Even voor het idee. Dit is allemaal uiterst uniek. Harten 6. Maar ja, weet je wat het is? Als je echt gaat goochelen met zulke kaarten. Is heel mooi, maar het zijn niet echt kaarten. Dus als je nou dit doet en je wrijft over je arm. Dan kun je echte kaarten maken. Dus je hebt bijvoorbeeld een harten 8. En niet alleen heb je een harten 8. Maar je hebt gewoon een compleet spel kaarten. Zie. Ook met mooie achterkanten. Sterker nog, ik ga door de kaarten riffelen. Let op. Ja. Nou, maar ik zeg eigenlijk stop. Stop. Oké. Okay. Want hou die kaart goed. Ja. Ja? Oké. Okay. Schop 8. Klopt dat? Ja. Ah, super, oké. Okay. Nou, dat is leuk, hè? Die kaarten zijn door kinderen ontworpen. En ik vind het toch wel zielig natuurlijk als ik met deze kaarten dan verder ga. Want als ze mij ooit weer terugzien, zeggen ze, heb je mijn kaarten nog? Dus gaan we op zoek naar één kaart die door kinderen ontworpen is. En als je erover wrijft, verandert alles weer terug. Zie je? In deze kaarten. Nou, dit is Kids Cards. Geen nieuwe drukken, verkopen we al jaren. Maar toch telkens als we hem laten zien. Ja, eindigt het bijna altijd in de verkoop, omdat het gewoon een heel visueel en cool dingetje is. Nou, als je Mental Photography Deck kent, dat is de variant waarbij een wit kaartspel bedrukt raakt, zeg maar. Is eigenlijk qua techniek hetzelfde als dit. Waar je Mental Photo Deck wit is, is dit ontworpen door kinderen. Plus, het is gemerkt.